Tijdens het chatten met kinderen die een soortgelijke situatie meemaken, voelt het alsof ik met mijn jongere ik aan het praten ben. Een van de mooiste dingen die ik denk ik heb meegemaakt in mijn buddieschap is dat laatst een kind tegen mij zei dat ze er ontzettend veel steun uit haalt en dat ze echt het gevoel kreeg dat ze er niet alleen voor stond. En dat is ook iets wat ik vroeger heel erg heb gehad. Ik dacht dat ik dit als enige meemaakte en om dat een beetje weg te kunnen nemen bij haar, dat is voor mij echt heel veel waard. Ik bied kinderen daarom graag de steun die ik vroeger zelf ook nodig had. Met onze eigen ervaring kunnen we ook volwassenen echt wakker schudden en laten we weten wat kinderen nou echt nodig hebben in zo'n situatie.